Hallo, ik ben Elise Klaassen en ik ben lijsttrekker van de ChristenUnie Almelo. Ons verkiezingsprogramma gaat over samen recht doen. Wij willen ons inzetten voor een veilige stad. De zichtbaarheid en inzetbaarheid van de wijkagent vinden wij daar heel belangrijk. Zodat de wijkagent een aanspreekpunt wordt voor de mensen in de wijk. Maar dat hij ook echt daadwerkelijk zichtbaar is. En dat mensen ook makkelijk contact kunnen opnemen met de wijkagent. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat er minstens 3000 woningen bijgebouwd worden voor jong en oud. Maar ook in meerdere segmenten. Dus ook betaalbare woningen. Tegelijk ook voor mensen die iets groter kunnen wonen. Dus het woningaanbod mag heel divers zijn. Maar dat er meer woningen moeten komen is duidelijk en dan het liefst in de binnenstad. Daarnaast vinden wij dat wij onze stad mogen profileren op het gebied van kunst en cultuur. Dat daar ook veel aandacht voor mag zijn. Zowel in de stad door middel van evenementen waar echt heel veel vrijwilligers bij betrokken zijn in onze stad. Dat we het samen mogen doen. En dat er ook gasten in onze stad mogen komen die ook naar de theaters zullen gaan. En naar onze filmhuizen, naar de exposities, die onze mooie historische gebouwen mogen bekijken. Want ons erfgoed is ons ook dierbaar. Ons textielverleden heeft ons prachtige panden opgeleverd die wij graag willen bewaren voor de toekomst. Prachtige gevels, mooie woningen en monumenten, rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten. En we willen dit erfgoed behouden. Daarnaast willen we inderdaad ook dat cultuurorganisaties meer gaan samenwerken met elkaar en ruimtes met elkaar delen. Wij willen ook dat mensen samen kunnen verduurzamen, dat ze betaalbaar van het gas af kunnen, dat er ook advies gegeven kan worden door coaches op het gebied van energie, zodat mensen ook meer te weten komen over van hoe kan ik nou mijn huis verduurzamen. Hoe zou ik nou mijn huis moeten isoleren? Want dat is wel de eerste stap tot verduurzaming. Maar dat die energiecoaches dus ook kunnen helpen bij het gebruik van de energie, het verbruik. Want we willen ook energiearmoede tegengaan. Wilt u ons helpen onze doelen te verwezenlijken? Stem op de ChristenUnie. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Ja, ik vind dat we moeten investeren in de binnenstad, want wij willen graag een goed vestigingsklimaat voor jonge ondernemers. En we willen ook een goede woon- en leef- en winkelklimaat hebben voor de Almeloze burgers. En daarnaast willen we ook nog meer groen in de binnenstad, soms door meer aanplanting en bomen en green walls, de zogeheten groene muren, zodat de stad nog groener wordt. Daarnaast vinden wij de evenementen en de culturele activiteiten en kunstzinnige activiteiten heel belangrijk, zoals exposities, evenementen, muziekfestivals. Het is toch eigenlijk een kwaliteit van Almelo dat wij een evenementenstad zijn. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? We hebben geleerd van Business Park 1 dat we meer vergroening willen. Dat wil zeggen dat we meer bomen willen langs de gebouwen. En we willen investeren in meer high-tech. En hopelijk zou daarvoor minder grote kavels nodig zijn. En omdat wij ons Twentse coulissenlandschap hebben, waar we erg zuinig op zijn, willen we graag dat het geïntegreerd wordt in het landschap. Verder is er in het XL1-park zijn er heel veel arbeidsmigranten geweest vanwege het feit dat er veel logistiek wordt bedreven. Daarom zijn wij echt specifiek voor high-tech en maakindustrie, zodat er ook meer banen komen voor de lokale bevolking. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo?
Nee, we willen geen grote zonneparken, maar we willen wel zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven. En we willen windmolens graag in overleg met de burgers. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. Ja, we zijn daarvoor. We willen graag woningen voor jong en oud. Het liefst in de binnenstad. Op open en lege plekken zouden wij graag willen bouwen. En dan het liefst rondom het stationsgebied, zodat er goede bereikbaarheid is voor jongeren. En we willen ook graag dat ouderen makkelijk naar de winkels kunnen. En we hopen dus ook dat nieuwe winkeliers zich vestigen in de binnenstad, zodat jong en oud goed de winkels kunnen bereiken en ook goed en makkelijk met het openbaar vervoer kunnen gaan. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn. Ja, we zijn voor meer investering in kunst en cultuur. Tegelijk weten we ook dat we soms ook functies kunnen delen. Dat wil zeggen dat we willen dat cultuurorganisaties meer gaan samenwerken met elkaar. Ook ruimtes delen. En tegelijk zeggen we ja tegen evenementen. We zeggen ja tegen festivals. En we willen graag dat Almelo weer gaat bruisen. We hebben natuurlijk de coronatijd gehad waarin de muziek en de cultuurorganisaties het zwaar hebben gehad. Maar we hopen dat na het versoepelen van de maatregelen we ook weer meer festivals en evenementen mogen hebben in onze stad. Daarnaast zijn we ook voor meer muziek in de klas. Want wij willen graag voor elke basisschool een vakleerkracht muziek. Dit om de kansengelijkheid tussen kinderen te vergroten en de werkdruk van de basisschooldocenten te verminderen. Meer kunst en cultuur? Jazeker.